twee overleden personen aangetroffen in een woning in Nijmegen. De politie doet onderzoek. In een Nijmeegse woning zijn deze dinsdag twee lichamen aangetroffen. Op locatie is verslaggever Martijn Semmeling met de informatie die tot nu toe bekend is. De politie heeft vanmorgen twee overleden personen aangetroffen in een woning aan de Postweg in Nijmegen. De politie kan op dit moment nog niet vertellen wie deze personen zijn en hoe zij om het leven zijn gekomen. De brandweer is vanochtend ook al ter plaatse geweest en heeft metingen verricht in de woning. Nadat de brandweer klaar was met de metingen, is de forensische opsporing naar binnen gegaan om onderzoek te verrichten. Mocht er meer informatie naar buiten komen, dan melden we dat uiteraard op onze website. Het was deze week even flink glibberen op de weg. Vooral in de ochtend en de avond. Als de temperatuur rond het vriespunt schommelde, konden de wegen behoorlijk glad zijn. De DAR werkt er dag en nacht aan om de straten weer schoon en begaanbaar te krijgen. Ja, we hebben de zoutloos alweer bijna leeg. De strooien staan gevuld in de hal, die staan in spaat klaar. Mocht het weer nodig zijn, kunnen we meteen naar buiten, kunnen we uitdrukken. Als we een grote strooiactie hebben met maximaal zout gebruikt, dat is 20 gram voor fietspaden, 15 gram voor de hoofdwegen, 50.000 kilo is dat. Dat is maar een klein gedeelte van wat er hier ligt. In één zo'n hal, daar ligt 600.000 kilo. Dus daar kunnen we wel even mee vooruit. Dus als dat nu ligt, kunnen we de veiligheid voor Nijmegen en daaromheen in ieder geval garanderen? Absoluut, ja. Daar sta ik garant voor. Maar zijn we ook tevreden met het resultaat? Via social media vroegen we onze Nijmeegse volgers wat zij tot nu toe vonden van de wegen. Met betrekking tot strooien en begaanbaarheid. Bijna de helft van de mensen die reageerden meldde dat ze vinden dat het beter kon en waren dus licht ontevreden. Toch was ook een derde deel redelijk tevreden en zei dat het resultaat goed genoeg was. Ook op straat vroegen we voorbijgangers naar hun mening over dit onderwerp. Is er genoeg gestrooid bij u bij de voordeur? Ja, er waren mensen die daar iets aan hadden gedaan of weggeveegd. Nee, toch? Wij wonen in een zijstraatje daar, dus nee, eigenlijk niet. Oké, dus en dan hebben jullie dus best wel een gladde weg voor de deur. Nou, dat valt eigenlijk wel mee, gelukkig. Toch? We zijn nog niet gevallen, nee. Nog niet gevallen, oh gelukkig. Bij mijn voordeur niet, nou, want ik woon in een flat aan de Kromme Elleboog aan de Waal en daar is dus niet gestrooid. Oké. Bij mij wel. Bij jou wel? En jullie wonen samen? In dezelfde straat. Ja. Ik heb geen last gehad van gladheid, maar ik zie niet overal zout liggen, dus... Nee, hè? En dus u bent nog niet gevallen? Nee, hoor. Okay. En over het algemeen in de stad en gewoon overal waar je loopt, vinden jullie dat er genoeg gestrooid is op de weg? Op de grote wegen wel, maar sommige kleine wegen, tenminste gisteravond niet. Was je gevallen of dat niet? Nee, dat gelukkig niet. In Nijmegen liggen de cijfers van de zeden- en geweldsmisdrijven hoger dan gemiddeld in Nederland. De cijfers zijn wel teruggelopen van 1257 naar 1123. Maar als je dat omrekent met het aantal inwoners, ligt het hoger dan het gemiddelde in Nederland. De aangiftes van mishandelingen daalden wel van 604 naar 582. En ook de bedreigingen namen af van 357 naar 312. En zijn er 112 zedendelicten geregistreerd. En hier vallen meerdere onderwerpen onder van sexting tot aanraking, aanrandingskennis en pornografie. Moord en doodslag is ook gestegen. Van 39 in 2022 naar 42. De rechtbank heeft maandag een 37-jarige Arnhemmer veroordeeld tot 1,5 jaar gevangenisstraf. Omdat hij in oktober 2022 opzettelijk een fietser aanreed in Nijmegen. Het slachtoffer liep daarbij ernstige verwondingen op en het incident tussen de Arnhemmer en de fietser was op 2 oktober 2022. De Arnhemmer achtervolgde de fietser nadat deze zijn buitenspiegel had geraakt. Tijdens de achtervolging reed hij zo dicht bij het slachtoffer dat de fietser ten val kwam. Vervolgens sloeg de veroordeelde rechtsaf, terwijl hij wist dat de fietser aan zijn rechterkant gevallen was en reed over hem heen. Het slachtoffer liep daarbij ernstige verwondingen op, waaronder een gebroken sleutelbeen, 11 gebroken ribben,
een klaplong, een ernstige hersenschudding en verschillende breuken in het gezicht. De gemeente Druten gaat de komende 4 jaar investeren in het lesaanbod van het basisonderwijs. Het geld moet ervoor zorgen dat het lesaanbod wordt verrijkt op de gebieden natuur en milieu, voedsel, muziek en cultuur. Dit staat in het convenant dat onderwijswethouder Gerard de Wild en groeizaam bestuurder Anne Verhees onlangs ondertekende. De basisscholen in de gemeente mogen zelf kiezen hoe ze het geld besteden. Maar de gemeente stimuleert ze om dit samen met lokale aanbieders te doen. Bijvoorbeeld in de vorm van praktijklessen of activiteiten buiten het klaslokaal. De gemeente organiseert binnenkort een bijeenkomst om scholen en aanbieders met elkaar in contact te brengen. Gisteren maakte NEC bekend dat Bas Dost voorlopig nog niet terug zal keren op het veld. De 34-jarige spits, die op 29 oktober op het veld in elkaar zakte, onderging gisteren een medische keuring. Daaruit bleek dat hij nog steeds last heeft van de ontstoken hartspier en vooral nog rust moet houden. Een tegenvaller voor Bas Dost en NEC. Nee, dat klopt. Dat is uiteindelijk zeker voor hem een grote teleurstelling geweest gisteren. Omdat hij denk ik ook het gevoel had dat het juist de goede kant op ging. En dan blijkt bij de controle dat het nog niet zo ver is dat hij gehoopt had. Dus dat is gewoon teleurstellend. En het allerbelangrijkste is uiteraard zijn gezondheid. Alleen het is heel jammer. Ja, hoe kwam dat bij jullie ook aan? Want inderdaad, er was goed nieuws. Hè? We zaten in Spanje en ik zag alleen maar blije gezichten daarmee. En dan hoor je er nu toch niet. Natuurlijk is dat een teleurstelling, maar wel een teleurstelling met een bepaalde nuance. Omdat, wat ik net al zeg, uiteindelijk is de gezondheid van hem het allerbelangrijkste. Hè? En zou het een meevaller zijn dat hij nu alweer zou kunnen trainen en voetballen? En, uiteindelijk is dat niet zo, maar is zijn gezondheid wel goed. Alleen nog niet om topsport te bedrijven. Nou goed, dat is denk ik het minst erge. Nou, dan kun je dus voorlopig heb je maar 1 spits. Ik kan me goed voorstellen dat jullie dan nu heel erg op zoek zijn naar die 2e spits. Nou, dat is wel iets waar we het over hebben. En we hebben ook eerst gezegd van, laten we eens kijken wat er met Bas gebeurt. Dat zal nu gaan spelen. En het is niet zo dat het allemaal voor het oprapen ligt. Dus daar zullen we de komende tijd naar kijken. Nee, maar het is natuurlijk ook niet iets wat nu gelijk gebeurt. Daar heb je een beetje op kunnen voorbereiden. Dus ik neem aan dat jullie daar wel al intern over gesproken hebben. Ja, alleen weet je wat ik al eerder heb gezegd. Eerst hebben we de situatie met Bas afgewacht. En nu zullen we kijken wat er mogelijk is of wat er niet mogelijk is. Ja, dat zal moeten blijken. En dan nog het weer. Kijk die mop van die sneeuwbom? Nou, die kwam niet. Vorige week stond het nieuws er nog helemaal vol mee, maar nu de bewuste woensdag gaat beginnen, is er weinig van over. Alleen in Limburg zal er de nodige sneeuw gaan vallen, maar in onze regio valt er nagenoeg niets. Het wordt wel fris, vannacht zo'n 4 graden vorst en morgen overdag maximaal 1 graad in de plus. De gevoelstemperatuur zal daarbij wel onder nul blijven. De zon laat zich af en toe even zien, maar de dag zal veelal bewolkt verlopen. De dagen erna blijft het droog en koud. In de nachten blijft het zo'n 4 à 5 graden vriezen. En overdag beloven we mooie winterdagen te krijgen met een afwisseling van zon en wolken. Vanaf het weekend wordt het weer wat zachter. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 16 januari. Vanavond om 9 uur is het radioprogramma Het Studentenhuis weer terug. En dat is uiteraard live te volgen via ons tv-kanaal. Houd voor het laatste nieuws onze website in de gaten, rn7.nl. En dan zijn wij morgen weer bij je terug. Graag tot dan!